Dus dit is de Skullcandy Crusher Evo, een 160 euro draadloze Bluetooth over de ear koptelefoon met een grandioze hoeveelheid bas. En ik kan je beloven dat deze hoeveelheid bas je nergens anders nog hebt meegemaakt. In koptelefoons tenminste. Dus wat krijg je allemaal bij je Skullcandy Crusher Evo? Je krijgt dus als eerst een reishoesje zoals deze, een USB-C oplaadkabel en een 3,5 mm AUX kabel. Het reishoesje voelt kwalitatief aan en heeft zijvakjes voor je oplaadkabel en 3,5 mm AUX kabel. Ook zit er een vachtje in aan de binnenkant wat lekker zacht en comfortabel aanvoelt. Alhoewel ik toch wel graag een softcase had willen zien zoals Teufel dat deed bij de Blue & Sea. En dan gaan we naar het design en comfort van de koptelefoon. Als eerste wil ik even zeggen dat de uiterlijk gewoon lekker strak is zonder te veel poespas. Zelf heb ik de grijze versie ontvangen, maar ik denk dat ik mijn voorkeur toch wel heb naar de zwarte koptelefoon. Puur natuurlijk omdat het een oranje aan een uitknopje heeft. En natuurlijk, zoals je ziet aan mijn shirt en mijn logo en alles, ik hou van oranje. Dus ja, daarom is mijn voorkeur daar een beetje meer naar. De leren oorschelpen hebben een goede hoeveelheid foam en zitten ook super comfortabel om je oren heen. De hoofdband zelf heeft in mijn mening wel een beetje weinig foam, waardoor de sessies van langer dan ongeveer een uur een beetje oncomfortabel begonnen te worden. Ik denk als er meer foam in een hoofdband werd gebruikt, dat je misschien hier toch wel minder last van zou hebben. De hoofdband schuift soepeltjes eruit en je krijgt feedback van, nou ja, wat zou je zeggen, kleine drempeltjes met hoe ver je je telefoon of koptelefoon uitschuift. Graag had ik nog wel een indicatie willen zien op de metalen band zelf van hoe ver daadwerkelijk de koptelefoon uitgeschoven staat. Dit is omdat je natuurlijk zeker weet dat het gewoon links en rechts goed uitgelijnd is. En dat je niet opeens aan de ene kant alles uitgeschoven hebt en aan de andere kant niet. En nu bekijken we even wat voor toeters en bellen je allemaal op deze koptelefoon zelf hebt. Op de linker oorschelp heb je dus een groene knop. Die dient trouwens als een aan- en uitknop. Je hebt een basslider, je hebt een USB-C poort en een 3,5 mm ingang. En als je naar de rechter oorschelp kijkt, heb je simpelweg gewoon drie knoppen. Waarvan twee van de knoppen verdienen als volumeknoppen, dus volume omhoog en omlaag. En waarbij de middelste knop als pauzeerknop dient. En als je natuurlijk lang ingedrukt houdt, de volumeknoppen, dan gaan ze muziek overslaan. Dus al super gemakkelijk en ideaal als een fysieke knop waar ik echt van hou. Ik heb een hekel aan touchknoppen, echt waar. Skullcandy claimt ook dat de Crusher Evo een batterijleven van 40 uren heeft. Waarbij deze enigszins natuurlijk kan variëren op basis van jouw gebruik. Ook zit er een ingebouwde tile in waarmee jij je koptelefoon kan trekken waar hij is. En het een geluidje laat afspelen als je hem dus niet terug kan vinden. Zelfs al is je koptelefoon uitgeschakeld, kan jij nog steeds alles terugvinden en trekken. Dus het is echt super ideaal als jij een beetje een sloddervos bent. En dan gaan we over naar de microfoonkwaliteit die op de Crusher Evo zit. Helaas komt er niet een inline microfoon mee. Dus dat is zo'n draadje met een microfoontje daarin. Dat krijg je hier dus niet bij. En moet je het maar echt doen met de microfoon dus die op deze koptelefoon zelf zit. Ik moet wel eerlijk zeggen, de geluidskwaliteit is niet echt fantastisch. Maar je kan wel wat horen wat er gezegd wordt. Alleen ik merkte toch wel bij mijn Crusher Evo althans, dat ik een beetje een statisch geluidje op de achtergrond kreeg. Waardoor ik me wel een beetje aan begon te irriteren. En ik dus deze koptelefoon absoluut niet wil gebruiken voor op Teams te gaan of Discord. Puur gewoon omdat het veel te hinderend is. Dus dit is de stemopname met de Skullcandy Crusher Evo. En heel eerlijk te wezen is de kwaliteit gewoon een beetje matig. Je verstaat wat er gezegd wordt, maar daar blijft het ook bij. En tegelijkertijd krijg je ook nog, tenminste ik heb met mijn versie, een lelijke statisch geluidje op de achtergrond. Nou moet ik wel even bekennen, ik ga eigenlijk nooit bellen met mijn koptelefoon, maar stel het zo uitkomen, ik ben aan het luisteren, iemand belt me en ik heb het toevallig op, dan wil ik natuurlijk wel dat iedereen mij goed kan verstaan zonder dat ze oren bloeden door een of ander vaag statisch geluidje op de achtergrond. En dan gaan we over naar de verbinding. De Crusher Evo maakt gebruik van Bluetooth 5.0. Wat betekent dat je dus ver bereik hebt en een stabiele, energiezuinige verbinding. Ik had dus de verbinding getest op ongeveer 15 meter afstand door meerdere muren heen. En dit bracht letterlijk geen enkele problemen met zich mee. Geen gekraak, geen gedoe of wat dan ook. Gewoon een
goede, heldere verbinding. Dus absoluut gewoon top. En dan gaan we over naar de Skullcandy app. Dus binnenin de app heb je een heel handige functie genaamd Personal Audio. Wat het dus doet is dat je je geluid geoptimaliseerd wordt voor beide oren. Want natuurlijk je linker en je rechteroor zijn gewoon eenmaal verschillend van elkaar. En wat ik dus gemerkt heb na het activeren van Personal Audio is dat ik nu opeens veel beter in mijn linkeroor naar de muziek kan luisteren. Dus wat bleek is dat mijn rechteroor beter kon horen, alle tonen kon horen, dan mijn linkeroor. Dus ik ben waarschijnlijk in mijn linkeroor iets meer doof, denk ik. Maar nu juist dat die Personal Audio aangezet te hebben, komt het muziek gewoon veel beter in balans en tot zijn recht. En ik hoor nu, als ik het aanzet, in beide oren gewoon het geluid even hard. Dus ik vond het echt super fijn om te hebben. Verder in de app kan je nog je batterijniveau bekijken en heb je nog wat opties zoals Music Mode, Podcast Mode en Movie Mode. Deze veranderen eigenlijk gewoon je equalizer instellingen gewoon wat bij, waarbij Music Mode alles mooi gebalanceerd houdt, gaat Podcast Mode de mids en de highs benadrukken en Movie Mode knalt echt gewoon de bas eventjes een tandje erbij. Maar ik gebruik er zelf eigenlijk gewoon altijd Music Mode en gebruik de basslider die op de koptelefoon zelf zit om de bas gewoon wat aan te passen. En persoonlijk vond ik dit toch wel de fijnste methode. Voor de rest heb je op de app nog ondersteuning tools, klantenservice en handleidingen, mocht je dat natuurlijk willen lezen. Dan gaan we over naar de geluidskwaliteit. En ik kan zeggen, ik wil helemaal niks meer anders. Echt waar, ik hoef helemaal niks meer anders. Ik hoef geen andere koptelefoon meer te gebruiken, want de Crusher Evo is voor mij dus echt gewoon perfect. De bas die in de koptelefoon zit, is gewoon letterlijk van een andere wereld. En ik hoor zoveel marketing praat van andere bedrijven over hoe geweldig een bas is in de koptelefoons. Maar Skullcandy, die praat niet alleen, die levert ook gewoon. En deze basslider die erop zit, die past dus niet een equalizer aan. Oftewel de mids en de highs blijven gewoon helder en fantastisch klinken. Terwijl die koptelefoon letterlijk zit gewoon te trillen op je hoofd. En dat is gewoon letterlijk, I love it. Het is gewoon de beste ervaring wat ik ooit gehad heb met koptelefoon. Als ik World of Warships speel en ik mijn kanonnen afvuur, het is echt gewoon, ik kan het gewoon niet genoeg beschrijven. Je moet het echt gewoon geprobeerd hebben. Dus als je iemand kent met zo'n koptelefoon, doe het gewoon op. Gooi die basslider omhoog en probeer het uit. Misschien kan je bij de Mediamarkt, als je daar komt, uitproberen. Want dit moet je echt uitproberen. Het is echt gewoon goddelijk. Dit is gewoon precies wat ik gewoon wil. En ik overdrijf niet. Dit is letterlijk wat ik ervan vind. Dat is echt zo. Maar mocht je toch een persoon wezen, weet je, je hebt die personen ook, die niet zoveel bas willen. Je kan de slider, kan je natuurlijk ook omlaag zetten, op zijn minimum. Maar dan zou ik zeggen, waarom haal je dan ook zo'n koptelefoon? Ja, dat is gewoon een dingetje. Dus ik kan echt gewoon zeggen, het is fantastisch en ik wil gewoon niet meer terug. En dan gaan we over naar de conclusie. Ik kan je eerlijk zeggen, ik ben er gewoon helemaal weg van. De geluidskwaliteit wat je krijgt met de persoonlijke afstelling en de immense bas. Ik wil gewoon niks meer anders. Niks anders meer. Ik hou gewoon van lekker veel bas in mijn geluid. En als één koptelefoon dat wel doet, dan zijn deze jongen dat wel. De Crusher Evo. The best that er is. Enige nadeel zijn eigenlijk gewoon wel de oncomfortabele hoofdband. Wat in principe prima is voor een uur, maar veel begint te raken voor langere sessies. En de microfoon die niet echt fantastisch is. Ik had graag ook nog wel voor dit budget nog wel een inline microfoon willen hebben. Zodat je natuurlijk gewoon normaal Teams conferenties kan houden en gewoon goede geluidskwaliteit hebt. Alhoewel, ik moet wel ook eerlijk bekennen, ik gebruik mijn koptelefoon eigenlijk ook bijna nooit voor voice gesprekken. Dus misschien als jij dat veel doet, is het nogal een dingetje. Gebruik je dat toch niet, weet je, dan kan ik deze koptelefoon echt enorm hard aanraden. En ik beoordeel daarom ook deze koptelefoon een 4,5 van de 5. Want natuurlijk, de hoofdband vind ik nog wel een kwalijk dingetje. Evenals met de microfoon. En daarom kan ik het geen perfecte 5 van de 5 geven. Maar een 4 van de 5, 4,5 van de 5 is ook gewoon hartstikke keurig. Oh ja, en Skullcandy, als je deze video trouwens bekijkt, maak een gaming headset hiervan.
Ik weet zeker, mensen zouden dit echt super fantastisch vinden. Om gewoon lekker games te spelen en alle explosies volop brullend gewoon om je heen te horen. Ik denk dat er een gat in de markt is, Kenny. Dus ik zou zeggen, probeer het uit. Echt waar, het is fantastisch. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.